brievenbus uit Gelder. Oh man, ik kan niet wachten. ik heb echt zo mooie. Nou. Zal ik eerst de op één na leukste doen? Oké, dames en heren, de op één na leukste post. Mailtje gekregen van Colin. Ja, Colin heeft een screenum van de webcam erbij gedaan van vorige week vrijdag toen de wolf optrad. Oh, gadverdamme. Die heeft natuurlijk op deze toeter staan blazen. Hoe weet jij dat nou weer? Omdat ik diezelfde fax ook krijg. Kijk nou. Je ziet een van de bandleden van de wolf achter Rudy. Een heel rare manier, Gerard Stoet. Je bent dus nog steeds je eigen kazoo kwijt. Ja. Dus gebruik jij al een week of vier een kazoo horn die hier in de studio ligt. Maar je laat hem ook gewoon in de studio liggen. Ja. In dezelfde studio waar ook Sander Lantinga dagelijks dingen in verschillende lichaamsholten stopt. Ja. Ja, ik vind het link. En is er ook een foto dat de kazoo anaal genomen wordt door Sander Lantinga? Die kan ik je niet laten zien. Ik heb wel een heel andere leuke foto waar wel Sander Lantinga op staat. En dat is mijn allerleukste. Maar doe jij eerst eventjes een bijdrage voor de brievenbus. Dit is wel een hoogtepuntje hoor. Waar ik ja, daar werken we naartoe hè. Dat is gewoon een... Mensen, we hebben nog veel meer post gehad. Waaronder, ja, een Duitse fax, hè? Het is er maar eentje, mensen. Zal ik maar weer dan? Ik ga eventjes iets voor mezelf doen. Dieses Wochenende muss so viel wie möglich ein Fleisch- und Bratung oder Barbecue stattfinden. Jeder soll dieses Wochenende sein Barbecue draußen stellen. Dann kochen ich unser Pellet österreichische Grillbrat und Barbecue-Wurste. Können Sie die Schellplatte von Kontrast Bomba für Minmals aufsetzen? Von der Barbecue Mann Fanclub. Grüß Gotti aus Deutschland. Wilhelm Jan, de Barbecue Mann. Gerard, ik ben helemaal paars. Ik zie aderen bij je voorhoofd kloppen. Mijn hoofd ook trouwens. Die is ook, zo. Ik wil hier... Hendrik Jan, bedankt voor de pax, maar ik ben kapot. Nou, zal ik dat voor je overnemen? Graag. Ga ik even van de zuurstof. De cameraman mag van deze kant op zometeen voor een bijbehorende foto bij het volgende verhaal. Oh nee, hè? Dat is gemaild door Talita. Oh. Hallo Michiel, na een drukke week was ik blij dat ik eindelijk weer eens tijd heb naar de Koen en Sander Show te kijken. Oh. En luisteren in plaats van alleen maar luisteren. Krijg je gelijk dit te zien, zie bijlagen. Kun je eerst voorlezen, daarna laat ik de bijlagen zien op 101TV. Ik ga hem natuurlijk ook omschrijven als je daarna de radio luistert. Voor het geval je gemist hebt. Sander vindt er maar niks, de warme truiendag van vandaag. Daarom trok hij zijn trui maar uit. Ja, je weet het, hè? Je weet het. Wat is er dan? En wie verschijnt er op dat moment geheel per ongeluk achter het glas in de studio? Jawel! Daar is hij weer. Kippen. Dus ik heb hier een schermdump van de webcam met een ontbloot bovenlijf van Sander Lantinga die aan zijn tepel zit. En aan de achterkant zie je Chibbe echt heel erg blij en verlekkend door te maar echt, je zit echt geil te kijken naar Lantinga. Je bent hier nooit, Chibbe. Maar je hoort dat Sander zijn trui... Hoe hard heb je een sprint getrokken van kantoor naar de studio? Overigens, wat niemand heeft gezien, ik trok zelf ook nog mijn shirt uit. Tenminste, heel vlug naar boven en naar beneden. In het toilet uiteindelijk. Nee, achter Sander Lantinga. Nee, serieus. Maar Chibbe, dit kan toch niet? Dit is toch homo-erotisch gewoon? Dit is echt ook gewoon... Nee, maar jongens, het goddelijke lichaam van Jordi Benaal, dat is bekend. Maar Sander, jongens, is dat bekend? Dat moet je nou, ik wist er niks van, hoor. Ik heb hem nog nooit gezien, hoor. Nee, maar ja, Sander is toch zeer appetijtelijk om naar te kijken. Misschien is het heel leuk om nog eventjes dit faxje mee te nemen wat ik van Marleen kreeg. Hallo, lieve Gerard en Michiel. Ik ben Sims aan het spelen en ik heb een teddybeer Chibbe genoemd. Dat is wel sympathiek. Hey, en hoe doen we de jingle service? We hebben zoveel jingle service. Zullen we er nu eentje doen en even dan laten we nog een paar of zo? Is goed. Oké, gewoon even een snelle editie. En we hebben maar 160 mail gekregen. Zo, dus hou onmiddellijk mee op, mensen. Extra weekend. Jingle service. Ja, we hebben, even kijken hoor. Mail van Martijn. Goedemorgen, Gerard, Chibi en Michili. Vorige week te horen hebben gekregen dat jullie live in die extra weekend jingles in spreken. Kan ik er eigenlijk niet wachten. Vandaar dat ik jullie ook maar gelijk mailie op die maandagavond die. Kijk, deze maandagavond, hè. Ik maak er samen met een vriend radio op internet Weekend Crew. Is dit programma voor de vrijdagmiddag. Ze willen jingles. Nou, duidelijk. Te weten, Weekend Crew. Je weekend gaat bijna van start. Tijd voor Weekend Crew. Oké, iets met Weekend Crew dus. Ja, laten we gewoon beginnen met een paar vrije interpretaties. Extra weekend. Jingle service. Weekend Crew.
Oké, okay, dat is één. Oké. Okay. Doe ik het volgende? Ja. Je weekend gaat beginnen. Dit is de weekend. Oh, dat is leuk. Ja, ja, dat is leuk. Dames en heren. Je weekend gaat beginnen! Met de Weekend Crew! Hou me hier! Hou hem hard! Knoert hard! Heel hard! Zo. Nou, niks meer aan doen. Afgehalmen gaan. Factuurtje komt eraan, Martijn. Geen 5000 euro. Hartstikke duur. En ik ook, hè? Oh ja, ik heb er nog eentje in dit kader. Beste Michiel, Veenstra, Veenstra en Gierenhuis. Ik heb gehoord dat je voor kleine radiostations jingles inspreekt. En dat is mijn vraag of je er een paar wil inspreken. Graag, dit is DJ Mike op Speaker FM. Speaker? Dit is weer een nieuw uur met DJ Mike in de mix. Dus dan gaan we even een paar, even kijken hoor, jingle service dingen. Ik zal even eentje doen. Ja. DJ Mike in de mix. Zo. Oké, okay, doe ik DJ Mike op Speaker FM. Ja, dat is goed. DJ Mike op Speaker FM. Zo, alleen maar te knippen. Nou dat. Hoppakee. Zo, volgende week weer een nieuwe jingle service. Home hier, home hard. Home keihard. Zullen we nog even het faxnummer noemen voor de sfeer? Omdat het kan, hè? 035-677-2076. 035-677-2076. En ook zal ik gewoon voor die vorm even herhalen. Kortom. Ik herhaal! 035-677-2076. Nou, mooi. Dan zijn we weer een schemaatje. Ja, lekker. Ook post voor Gerard en Michiel? Ja. Kijk op extra-weekend.nl. Ja. Of stuur een briefkaart naar postbus 29-3x0. 1202 MA te Hilversum. En dan nu. Bam, badam, bam, bam. Rock and roll!